fantastisch. We komen weer onder de mensen. Na een lange periode zonder schuttersleven was het afgelopen weekend eindelijk feest voor de 100-jarige schutterij Sint Martinus uit de Didamse buurtschap Greffelkamp. Het jubileumfeest kon eerder door corona niet doorgaan en nu waren alle levende oud-koningen aanwezig om de verjaardag alsnog te vieren. Als je 100 jaar bent, bestaat, weet je, en je mag niks, je kunt het niet vieren op de manier zoals je graag zou willen vieren, met een groot jubileum, met recepties, met onze zusterverenigingen erbij die in Didam rijk zijn, service schutterijen samen. Daar wil je graag een feestje mee vieren. En hij heeft ook graag willen regelen samen om dat te doen. En dat kon niet. En dan ben je toch blij dat vandaag, deze dag, mooie dag, het is nog bijna zonnig. Hè, het weer was bijna roet in het eten gegooid. Maar we zijn er toch maar. En iedereen is blij. Iedereen is super blij. Onderdeel van de dag was het uitreiken van een erepenning ter ere van het 100-jarig bestaan. Harry de Vries, sinds kort waarnemend burgemeester van Montferland, mocht deze uitreiking doen en viel volgens voorzitter Gerard Peters met zijn neus in de boter. Je zag zijn enthousiaste gezicht natuurlijk en hij was blij en hij vond het mooi. Met schutterfeest, normaal schutterfeest, komen we in Didam bij elkaar met 7 verenigingen. En dan gaan we de obaren doen voor de burgemeester. Dat heeft hij allemaal gemist, maar volgend jaar zal hij zijn ogen uitkijken. Daar ben ik van overtuigd. Zondag werd er traditioneel geschoten voor het koningschap. Maar zaterdag werd een andere titel vergeven. Schutterskeizer van Sint Martinus. Na een rondgang door het dorp, een vaandelhulde en een serenade met optreden van de majorettes, kwamen de oud-koningen in actie voor deze bijzondere eretitel. Alle oud-koningen die nu nog in leven zijn, die komen vandaag bijeen inderdaad en die gaan schieten voor de hoogste titel van de schutterij, en dat is keizer. Ik ga dadelijk voor het keizerschap. Ik was de eerste keizer hier van Greffelkamp. Ga ik nog even verdedigen. Zaterdag werd ook de symbolische eerste steen gelegd bij het nieuwe gebouw van Sint Martinus. Het gebouw is tot stand gekomen door hulp van meerdere vrijwilligers van de schutterij. Onze gelijknamige drumfanfaren wilden graag aanbouwen. Die wilden graag meer ruimte voor muziek maken. Meerdere lokalen waar ze op dezelfde avond toch kunnen oefenen apart. En s'avonds toch gezellig bij elkaar kunnen zitten. Daarvoor gedaan inderdaad. En dan hebben we Doa en voorlieden van heel Greffelkamp. Ik ben er zo trots op wat ze gedaan hebben. Het is zo mooi dat voor euforisch van toch? De voorzitter van de vereniging, die liet weten dat een officieel jubileumfeest nog op de planning staat, kijkt tevreden terug op de bijzondere momenten tijdens het schuttersfeest. Je ziet toch mijn blije gezicht en mijn lol en al de mensen om me heen die trots zijn op onze schutterij en die alleen maar glunderen. Iedereen glundert omdat we mogen.